De werkgroep Ontwikkelingsvisie Maasbree heeft haar conceptvisie Brits op eigen kracht woensdag aangeboden aan het dorpsoverleg Maasbree tijdens een informatieavond bij Niens Horeca. De avond werd bezocht door ruim 70 inwoners uit Maasbree. Ja, dat is denk ik veel beter. Nou zijn de mensen er zelf mee aan de slag gegaan en hebben zelf de input kunnen geven. Dus ze worden ook breed gedragen. Er staan geen dingen in die door de gemeente zijn gedicteerd of zijn aangegeven. Het is gewoon echt wat de gemeenschap wil en daarom is ook vanavond deze avond. Ik vind het initiatief heel goed, maar voor mijn gevoel, mijn persoonlijke gevoel, is gewoon 10 jaar te laat. Kijk, want het is hier gebeurd. En nu gaan we dus praten hoe het dan nog zou moeten. Dat is te laat. Maar goed, je moet het natuurlijk naar de toekomst kijken. En dan zeg ik, ja, het is misschien dan 11:58. We hebben nog een minuut en dan gaan we er toch proberen iets van te maken. Zelfsturing is goed, maar ja, er is ook nog een verantwoordelijkheid voor de samenleving, bedrijfsleven en lokale, ja, de gemeente, zeg maar. Aan het nu gepresenteerde concept ging een lange weg vooraf. Lag eerst de focus op het gemeentebestuur, nu is het aan de burgers zelf om een invulling te geven aan de plannen. Natuurlijk, in Maasbree hebben we een dorpsoverleg die in de afgelopen jaren ook al diverse bijeenkomsten heeft georganiseerd, gerelateerd aan projecten en aan totaalvisie. En nu eigenlijk is vanuit het dorp zelf, vanuit groepen inwoners, vanuit burgers die zich samen hebben gepakt, die hebben gezegd, we hebben wel een visie in Maasbree, ook naar aanleiding van het project Hart voor Maasbree. Maar laten we nou de toekomstige ontwikkelingen die op ons afkomen weer eens opnieuw tegen het licht houden en opnieuw naar die visies kijken. Waar willen wij als Maasbreenaren over een jaar of 10, 15 staan? Belangrijke onderwerpen waren de verkeersveiligheid, met name rondom het Kennedyplein en het centrum en ontsluiting van het industriegebied. Veel aandacht was er voor het woon- en leefklimaat in Maasbree. Er is vooral veel behoefte aan starters- en levensloopwoningen en huurwoningen. Aan de laatste is een tekort in Maasbree. Vooral de punten die in Maasbree op dit moment heel erg spelen is op het gebied van wonen. Vooral de jongeren zorgen dat die in Maasbree kunnen blijven wonen. En dat er voor ouderen genoeg plekken zijn om hier oud te worden. Dat er weinig mensen uit Maasbree hoeven te vertrekken. En mensen die graag in Maasbree willen blijven, dat er een plekje voor is. Je merkt nou dat er voor de jeugd door de hypotheken en de weinige aanbod aan huurwoningen bijvoorbeeld heel lastig is om in Maasbree te blijven wonen. En die naar de naburige dorpen moeten gaan. De plannen om een integraal gezondheidscentrum te vestigen in gemeenschapshuis De Adelaar is één van de wensen van de inwoners. Het huidige centrum verliest haar functie nu verenigingen en de dorpsdagvoorziening verhuizen naar het in aanbouw zijnde MFA op de locatie aan het Kennedyplein. Dat er een gezondheidscentrum komt om al de disciplines van de gezondheid bij elkaar te brengen, zodat ze beter kunnen samenwerken integraal. En dat dat voor iedereen nog makkelijker wordt om van de zorg gebruik te maken. En dat het makkelijker wordt om te overleggen wat er allemaal speelt. Een gezondheidscentrum waar de partners nu staan te popelen om samen gaan te werken, is een must voor Maasbree. Op één locatie, bereikbaar voor iedereen en in elk geval met groeiperspectief voor de toekomst. Ik heb er geen moeite mee als wij bijvoorbeeld bloed moeten gaan prikken in Pelemaas in Panningen. Dat is helemaal niet. Maar voor de oudere lui zou het gemakkelijk zijn als we hier een aanspreekpunt zouden hebben. Om te zeggen, nou, hier kun je terecht. Kijk, de banken zijn al weggelopen. Dan moeten we proberen aan de andere kant toch een beetje binnen te halen voor de oudere lui. Ik vind het goed. Zo heb ik gezegd, ik vind het een prima initiatief. Alleen betreur ik het. Het is jaren te laat. Alleen te laat wil niet zeggen dat je het dan niet meer moet doen. Nee. Ik heb de mensen ook geadviseerd in feite vanuit onze optiek. Dit is te veel. Allemaal waar, allemaal nuttige informatie. Het is heel, heel veel. Concentreer je, zoals andere kerkdorpen dat ook gedaan hebben, op een paar hoofdpunten. Ga je daarop focussen, maak je daar sterk voor. Dan geef ik het ook politiek een grote kans te slagen. Maar als het zo'n groot breed pakket is, ja, dan vindt iedereen het een prima idee. Je biedt een boekwerk aan, het wordt in dank aanvaard. En er gebeurt te weinig. Dus ik doe een oproep aan de stuurgroep, aan het dorpsoverleg, concentreer je op 1 of 2 grote projecten. De werkgroepen gaan nu aan de slag met de ideeën van de bezoekers van deze bijeenkomst. De concepten worden nu verder uitgewerkt.